John, allereerst hartelijk welkom bij onze mooie blauwe club. Ik hoorde vanmiddag dat jij hier een goed gevoel bij hebt. Wat kan je dat gevoel omschrijven? Vaak is het een gevoel wat je bijna niet kan omschrijven. Dat zit van binnen. Daar loop ik al jaren mee. Hopende dat een keer die kans zou komen om als trainer bij Spakenburg te mogen werken. Nou, dat is afgelopen weekend is dat de eerste stap gezet. Hè? Ben ik benaderd en hebben we gesproken en maandag hebben we het afgerond. En dinsdag ben je ineens de komende trainer van de club. Dus ja, dat is mooi. We kennen jullie natuurlijk allemaal het beste van Feyenoord. Kan je dat gevoel wat je bij Feyenoord hebt hier een beetje mee vergelijken? Ja, ik zie het wel. Spakenburg zie ik wel als een grote amateurclub. Hè. Zo niet de grootste amateurclub van Nederland. En ja, je kan het een beetje vergelijken met Feyenoord in de Eredivisie. En zo voelt dat voor mij. En ja, ik denk, ik heb nu naar heel veel mensen gesproken. En heel veel mensen vinden dat ik een mooie stap gezet heb bij een mooie club. Maar de opdracht wordt zo snel mogelijk weer naar het hoogste platform. Hoe snel is zo snel mogelijk in jouw ogen? Kan dat binnen een jaar? Nou ja, daar gaan we keihard aan werken met elkaar. Daar hebben we iedereen voor nodig. Het is natuurlijk de staf, de spelers, maar alles wat er omheen loopt. Ook de supporters worden daar belangrijk in. En we moeten met elkaar allemaal dezelfde kant op. En dan zou er iets moois kunnen gaan gebeuren komend seizoen. Spelersmateriaal heb je natuurlijk nodig. Mis je nog iets binnen de huidige selectie die er nu eigenlijk al staat? Nou, ik heb het wel doorgenomen, maar dat is nog niet. Ik heb me nog niet helemaal erin verdiept, maar ik weet wel wat er gehaald is. En ja, als het goed is, komt er nog één speler. Met deze selectie die nu bekend is, met nog één speler er eventueel bij, ja, dan heb je een fantastische selectie voor de derde divisie. Je hebt al met Pilon eerder gewerkt. Toen kan ik me meenemen te herinneren dat je toen dacht dat hij te vroeg wegging. Wat verwacht je van hem? Nou, ik verwacht van hem net zoveel als de rest van de spelers. Pilon is een van de. Ik heb hem bij GVV meegemaakt met veel kwaliteit, veel snelheid. Maar ik heb ook vernomen dat hij vorig jaar niet veel wedstrijden gespeeld heeft, vaak geblesseerd geweest is. Ja, en ik vind de basis is topfit zijn met elkaar om dadelijk die lange competitie met elkaar te spelen. En dat doen we niet met 11 man, dat doen we met z'n allen. Hè. We hebben op dit moment 22 spelers of 21 spelers, de 22e komt eraan. En 3 keepers, nou ja, die gaan we allemaal gebruiken in deze zware competitie. Ik moet zeggen, de vakantie staat nog voor de deur. Morgen vlieg ik naar New York en ik ga nog wat weekjes naar Italië. En dan kijk ik er eigenlijk al naar uit om de 22e hier te gaan beginnen. Voor de mensen die jou gevolgd hebben bij Excelsior Maassluis en bij GVV, die weten wel wat voor trainer je bent. Maar kan je nog eens vertellen wat voor type trainer jij bent aan de mensen die dat misschien niet zo goed gevolgd hebben? Ja, wat voor type trainer ben je? Ja, ik denk dat ik duidelijkheid verschaf naar mijn spelersgroep. Ik sta bokje voor mijn spelers. Ik bescherm mijn spelers naar buiten. Ik bespreek alles binnenkamers. Alle brandjes, als er brandjes zijn, die moeten binnenkamers geblust worden. Ik hou van discipline, maar ik ben geen schoolmeester. Dus ik leg ook heel veel verantwoording in de groep. Het mooie is dat ik heb overal waar ik gewerkt heb een goede klik met mijn spelers gehad. Ook nu weer bij GVVV. Ondanks dat ik voor hun de vervelende stap gemaakt heb. Heb ik de grote gedeelte van de groep heb ik gesproken vandaag. En de meesten zijn teleurgesteld. Dat mag en dat kan. Maar ze snappen me wel. En ze gunnen me het wel. En dat is mooi. Hier ben ik dadelijk de 22e gaan we hier beginnen. En dan gaan we niet meer achterom kijken. We gaan vooruit kijken. En vooruit kijken betekent zo snel met elkaar weer terug op het hoogste niveau waar deze mooie club thuis hoort. Ja, dus afgelopen jaar met Feyenoord op de Coolsingel, nu volgend jaar hier op de Spuitplein. Nou ja, dat zou fantastisch zijn toch? En dat is
Dat is waar eigenlijk deze vereniging thuis hoort, deze club. En ja, dat kunnen we allemaal wel gaan roepen. Maar volgens mij is er in Rotterdam ook een clublied. Maar dat moeten we wel doen met elkaar. En ja, daar gaan we keihard aan werken met elkaar. Ik wens je heel veel succes en bedankt voor het interview. Graag gedaan.